De holding van de oudere zorgcentra Oranjehaven, Eipelaar en Eneas wil af van de massale complexen in Prinsenhagen. Daarvoor in de plaats moeten verspreid over Breda vier of vijf kleinere zorgcentra komen. Dat maakt het mogelijk dat ouderen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. De huidige, gedateerde complexen Lucia en Haga gaan tegen de vlakte. De locaties van de nieuwe vestigingen zijn nog niet bekend.